chorizo en groenteblokjes is eigenlijk een ideaal gerecht voor in de winterse dagen. We gaan starten met onze groentemengeling te maken. En wat hebben we ervoor nodig? Een beetje wortel, een beetje courgette. En we gaan dat fijn snijden. Ja, helemaal aanstoven. We gaan er ook nog een beetje verse rozemarijn aan toevoegen. We gaan gewoon de takjes een beetje ritsen. Dat doen we ook bij onze ajuin en knoflook. We gaan onze wortel en courgette in fijne blokjes snijden. Ik maak hier gebruik van een mandoline. Dat is een typisch keukenaccessoire waarmee dat we groenten in verschillende manieren kunnen snijden. En hier gaan we lange sliertjes snijden en deze dan fijn snijden in blokjes. We snijden eerst onze wortels, omdat die iets langer tijd nodig hebben om te garen dan onze courgette. Eventjes ondermengen. Dan ook een beetje visbouillon onderdoen. En een scheutje witte wijn. En als laatste gaan we ook een beetje chorizoolie onderdoen. Dus eigenlijk gewoon olijfolie aan de kook gebracht. En je snijdt daar ongeveer 100 gram chorizo in fijne stukjes bij. En dan moet je dat gewoon zeven en dan heb je een zuivere chorizoolie. Voilà. En nu laten we dat gewoon zachtjes doorstoven tot ongeveer een beetje het vocht verdampt is. In de tussentijd gaan we verder met onze vis. We hebben zeewolfilet en we gaan die bekleden met een beetje chorizo. We gaan nu schoon een rij leggen van plakjes chorizo. Ongeveer dezelfde grootte van onze filet van zeewolf. Die duwen we een beetje aan. We leggen onze filet daarop. Dat duwen we ook een beetje aan. We snijden hier ook aan de kant van de vel eigenlijk. Dus je ziet dat, er is hier zo'n vliesje aan. Dat is eigenlijk de velkant geweest. Daar gaan we insnijdingen in maken. Om te vermijden dat onze vis tijdens het bakken gaat beginnen krollen. Nu gaan we mooi de randjes afsnijden van onze chorizo. Langs beide kanten. En dan keren we dat om. En dan leggen we gewoon in de pan. We gaan dat nu in de oven steken op 180 graden, ongeveer 10 minuutjes. Dan gaat dat perfect gebakken zijn. De overschotjes van de chorizo gaan we nog een beetje fijn snijden. En die kunnen wij ook in onze groentegarnituur toevoegen. We gaan even kijken naar onze vis. Die heeft er ongeveer 10 minuutjes in gezeten. Voilà. De chorizo is mooi gekleurd, een beetje korstig. Het enige dat ik nog ga toevoegen aan onze groentegarnituur is een beetje fijn gesneden tomaat. Waarom doen we dat op het laatst? Omdat uiteindelijk tomaat, als je dat mee laat stoven, wordt dat gewoon pulp. En dat is nu in dit gerecht niet de bedoeling. We gaan dat nu afwerken. We gaan een mooie laag leggen in ons bord van de groentjes. En nu gaan we onze vis erbij leggen. Dat is onze zeewolfilet met chorizo en groentenbrunoise. Eigenlijk is dat een krachtig gerechtje voor in de donkere dagen, maar toch met een zonnige toets. Ik zou zeggen, geniet ervan.